Hello everybody, vandaag is de dag dat ik jullie ga laten zien hoe ik een strakke knot krijg. Ik ga het een beetje combineren en een beetje vloggen ook vandaag. Maar ik dacht, ik ga jullie even laten zien hoe ik het doe. Want ik heb nu denk ik perfect haar ervoor. Mijn haar is eigenlijk in een status dat het gewassen moet worden. En dan zit mijn haar eigenlijk het beste als ik het naar achter wil zetten. Dus eerste tip is... Zet een strak knot. Zo, ik kom echt niet op mijn woorden. Zet een strakke knot. Als je dus een beetje dirty hair hebt. Of wanneer je weet dat je bijna je haar moet gaan wassen. Dan is dit echt perfecte status. Oké, I'm gonna show you wat je nodig hebt trouwens. Ik heb dit echt heel vaak aan, maar het zit zo lekker. Ik ga denk ik echt binnenkort een nieuwe kleur kopen. Want I'm living for this. Oké, wat je nodig hebt is een borstel. Ik ga niet eens de achterkant laten zien, want het is echt fucking disgusting. En een harde borstel. Dit kan je eigenlijk overal wel halen. Volgens mij kan je dit tegenwoordig ook bij de Hema, bij de Kruidvat halen. Maar ik heb hem volgens mij gewoon van de toko. Dan een beetje gel. Ik heb het nu in een potje gedaan, omdat ik een hele grote emmer heb. Maar ik zal wel even een foto hier zo zetten van de gel die ik gebruik. Het is sowieso van Eco Styler of zo. Wat heb je nog meer nodig? Ik heb hier een mandje met alle spullen erin. Red One. Ik gebruik die van Orange Aqua Hair Gel. Je hebt verschillende kleuren van deze, maar ik gebruik meestal deze. Of die rode. Nee, die rode niet meer, want daar brak mijn haar heel erg van af. Maar bij sommige mensen werkt alleen gel ook gewoon. Dus je moet maar even kijken wat... je haar strak genoeg krijgt, zeg maar. Waar je je haar strak genoeg mee krijgt. Maar ik gebruik deze. Ik gebruik ook een olie. Gewoon om, zeg maar, de voorkant van mijn haar te beschermen en de achterkant van mijn haar. Deze is van Camilla Rose. Deze heb ik pas geleden gehaald en I'm obsessed. Dit is zo'n goede olie. Hij ruikt ook echt lekker. En als ik het, zeg maar, na mijn haar wassen doe en zo, dan blijft mijn haar zo shiny en... het ziet er gewoon gezond uit. Dan heb ik ook nog deze. Van Camilla Rose. Kijk. Zeg hoi Kenzo. Zeg hoi. Nou. Anyway, ik gebruik ook deze. Dit is een soort van butter. Deze gebruik ik niet altijd. Maar ik denk dat ik hem nu ook trouwens niet ga gebruiken. Want mijn haar is nog best wel... vettig, dus dit is niet nodig. Maar stel je voor, je hebt best wel schoon haar. Dan zou je dit kunnen gebruiken. Dan blijf je knot, zeg maar, een beetje krullerig. En niet super, super, super strak. Dat is ook niet altijd heel mooi. En een kam om een scheiding te maken. En dat was het. En natuurlijk elastiekjes. En als het nodig is, ook speldjes. Maar ik heb dat eigenlijk nooit nodig. Oké, het eerste wat ik doe is een scheiding. Dat heb ik gemaakt. Dan haal ik alles even naar achter. En dan maak ik even snel een lelijk knot gewoon. Dan pak ik mijn borstel, gewoon een normale borstel. En dan kam ik het, zeg maar, of dan borstel ik het gewoon eventjes helemaal glad. Oké, dus het enige wat ik nu heb gedaan is met de borstel gewoon eventjes glad geborsteld. En wanneer je, zeg maar, geen bobbeltjes of iets voelt, dan zet ik dus... Eerst mijn olie. Niet per se heel veel, gewoon the right amount. En dan doe ik dat juist hier zo boven. En hier aan de voorkant en hier aan de achterkant. Want je achterharen kunnen wel echt gaan breken van deze haarstijl. Oké, dan pak ik dus mijn gel. En het hangt er vanaf of ik al gel in mijn haar heb, hoeveel ik dan, zeg maar, zet. Maar ik heb volgens mij nu niet zoveel gel in mijn haar. Dus ik zet, ja, je kan het niet goed zien, maar het is gewoon eigenlijk een schepje. En dan ga ik dat overal aanbrengen in mijn haar. Daarna, dit ben ik trouwens. Oké, gel heb ik aangebracht. Nu zit het er gewoon een beetje te chillen. Dan pak ik mijn harde borstel. En dan ga ik alles
helemaal plat borstelen. En ook al zeg maar een beetje in model, want daarnet was het een beetje naar achter geborsteld en nu kam ik het zeg maar, of borstel ik het zeg maar zo naar beneden. Oké, na deze stap, sommige mensen kunnen het misschien nu al stoppen, maar mijn haar blijft gewoon niet plat liggen door alleen gel. Dus dan gebruik ik mijn Red One. En hiervan heb je echt helemaal niet zoveel nodig als van je gel. Dan doe ik gewoon met mijn nagel, even kijken hoor. Zoveel. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Net als een gummybeer. En dan smeer ik dat helemaal over mijn handen uit. Dit is echt fucking disgusting, want het is zo plakkerig. En dan doe ik eigenlijk, waar mijn haar niet goed blijft liggen, is hier aan de voorkant. Dus daar doe ik eigenlijk gelijk als eerst het aanbrengen. En dan aan de achterkant. En dan net als je gel gewoon goed uitsmeren, dat elk plekje een beetje wax heeft. En je ziet nu eigenlijk al gelijk verschil, omdat alles gewoon plat blijft liggen op je hoofd. Dan ga je weer met je harde borstel alles weer in plaats borstelen. Oké, nu heb je in principe alles goed fijn geborsteld. Haal je elastiek eruit en dan ga je eigenlijk echt je echte knot maken. Dus pak je je harde borstel en dan ga je eigenlijk rondom. Ik begin altijd aan deze kant. En dan zorg ik dat ik mijn hand zeg maar elke keer zo mijn haar plat hou. Dus als ik een bobbel voel, dan blijf ik dus zo borstelen. En dan begin ik mijn haar vast te pakken als een staartje. En dan langzaam pak ik elke keer weer een plukje haar. Oké, dan heb ik mijn haar in de staart. En dan doe ik eigenlijk altijd even zo. Om te voelen of dat alles wel goed plat is. En of er geen bobbels zijn. Dan heb ik mijn elastiek. En dan maak ik eigenlijk gewoon een knot. En wat ik altijd leuk vind om te doen is. Om zeg maar een beetje haar aan de bovenkant te laten. Ik zal het wel even laten zien. Laat ik over. En mocht er nou nog stukjes uitkomen, dan pak ik altijd nog een ander elastiekje om het nog iets gladder te krijgen. Zo. Nou, dat is al een heel groot verschil. Oh ja, één ding wat ik ben vergeten om te vertellen wat je nodig hebt is een edge borstel. Deze is ook echt smerig. Die moet ik ook gaan wassen of gewoon een nieuwe kopen. Maar, dus alles is nu helemaal naar achter. Dan pakken we weer die Red One en dan doe ik een beetje op dit kleine borsteltje. En wat ik dan doe, is de voorkant dus een soort van insmeren. Dan heb je aan de andere kant heb je een soort van kammetje. En wat ik dan doe, even kijken of ik het goed kan laten zien, is... Wacht, ik laat het zo meteen aan de andere kant goed zien. Maar wat ik eigenlijk doe, is dit naar achteren kammen. En mijn edges hier zo gewoon op de manier hoe ik het wil stylen. Oké, het ziet er dus nu zo uit. Ik ga nu de andere kant doen. Dus een beetje insmeren. Hopelijk kunnen jullie dit goed zien. En dan met het kammetje doe ik zo. En dan pak ik deze. Voilà! Eigenlijk is dat het. Nou, mocht je haar nu nog steeds niet strak zitten, dan kan je nog een beetje haarspray zetten of zo. Maar voor mij is dit eigenlijk helemaal voldoende. En hij zit echt heel goed vandaag. Oké, dus dit is de finished look. Oké, nu we toch bezig zijn, dacht ik, ik laat jullie gelijk mijn natural make-up look zien. Het eerste wat ik altijd gebruik als ik uit de douche kom, maar dat had ik volgens mij in de vorige vlog ook laten zien, of een vlog hiervoor, is cacaoboter.
Dat is standaard. Daarna gebruik ik altijd deze. Oh, die had ik volgens mij ook al laten zien. Deze is wel bijna op, volgens mij. Oh my god. Dus ik moet hier echt een nieuwe van gaan kopen. Oké, dat is eigenlijk altijd mijn basis. Dan begin ik altijd met mijn wenkbrauwen eerst. Oké, en voor mijn wenkbrauwen gebruik ik eigenlijk altijd de Benefit Brow Pencil. En deze van de HEMA. En wat ik eigenlijk doe is, met deze doe ik altijd rondom. En met deze kleur ik het zeg maar in. En met deze kan ik ook zeg maar die haartjes daarvoor wat preciezer krijgen. Okay, dus als eerste wat ik doe is mijn wenkbrauw uitborstelen. Very important. Ik moet ze ook echt gaan trimmen, want ze zijn zo lang geworden. Dan doe ik dus rondom zeg maar uitlijnen met mijn potloodje. Dus dan heb ik nu dit. Ziet er niet uit. Maar daarna gebruik ik dus deze van de HEMA. En dan ga ik het dus gewoon inkleuren. Ik wil het dus niet met deze inkleuren, omdat die dan heel snel opgaat. Dus ik doe het eigenlijk gewoon altijd met deze. Oké, ik teken hem dus eigenlijk een beetje tot aan... waar zeg maar de haartjes zo naar boven gaan. En wat ik dan doe is dus mijn Benefit Brow Pencil pakken en dan alles zo naar boven borstelen of tekenen. Allemaal streepjes. En dan krijg je dus dit effect. Oeh, I love that. Oké, dan zijn dit de wenkbrauwen. En nu ziet het er heel heftig uit, omdat ik helemaal geen foundation of zoiets op heb. Wat ik dan doe, is dan pak ik mijn LA Girl Pro Conceal in de kleur van. En dan ga ik dus mijn wenkbrauwen zeg maar soort van uitlijnen met deze concealer. En dan ziet het er dus zo uit. En dit zorgt er eigenlijk voor dat je het allemaal strak kan maken. Dus mocht je nou hier een beetje uitgeveegd zijn en het ziet er niet meer uit, dan kan je het altijd nog fixen met concealer. Oké, dan heb ik ze allebei gedaan. Dan pak ik deze borstel. Ik heb dit volgens mij gewoon van Ali gekocht. Gewoon heel zo'n set. En dan ga ik dit gewoon helemaal zo uitblenden. Zodat het niet meer te zien is. En eerst gaat het er een beetje gek uitzien. Omdat je nog geen foundation of zoiets op hebt. Maar dat gaan we straks allemaal fixen. Oké, wat ik daarna gebruik is mijn Fenty Beauty Concealer. Dit is echt... Dit is echt oprecht een van de beste concealers die ik ooit in mijn leven heb gebruikt. Of gebruikt. Dus dat gebruik ik eigenlijk om alles te concealen wat ik wil concealen. Dus onder mijn ogen, om mijn mond heen, alle plekjes. En... Oh my god, ik ben mijn poeder vergeten. Geen zorgen. Oké, nou eigenlijk gebruik ik dus dat als mijn soort van foundation. Maar mocht ik naar een feestje toe gaan, dan ga ik dit gebruiken. Plus mijn NARS foundation. Maar ik ben toch vandaag aan het werk thuis, dus ik ga dat niet gebruiken. Dus ik ga alleen concealer aanbrengen. Oké, nu ik letterlijk overal op mijn gezicht concealer heb aangebracht, ga ik het dus even uitblenden. Oké, ik heb nu niet mijn poeder mee. Ik ben met mijn zus thuis. Maar als ik een poeder gebruik, gebruik ik die van Fenty. Het is zo'n loose powder. Ik zal hem in de volgende video wel even laten zien. Maar ik ga gewoon mijn kwast van mijn poeder ga ik gewoon gebruiken. Om het zeg maar een beetje soort van wat matter te krijgen, soort van. Er zit niks op, maar het werkt wel. Dan gebruik ik deze
Benefit Brow Gel. Er zit niet eens meer een plaatje op omdat die zo oud is. En dit doe ik eigenlijk om alles even een beetje te concealen. En soms doordat de foundation een beetje is uitgesmeerd of zo, dan komt hier ook wel eens foundation. Oh, mijn voet slaapt. Oh mijn god. Oké, anyway. Dan ga ik daar eigenlijk gewoon doorheen. En dit is wel met een tintje erin. Ik heb er ook eentje die gewoon helemaal clear is. Maar ik merk toch dat dit er nu best wel mooi overheen gaat komen. Oké, dan zijn dat de wenkbrauwen. Eigenlijk doe ik niet zoveel hierna nog. Alleen nog even een lipgloss of een lipbalm. Maar ik denk dat ik voor lipgloss ga. Oké, en de lipgloss die ik ga gebruiken, is dat ik als het goed is ook in mijn vorige vlog laten zien. Is van Revolution Pro Goddess Glow Lip Oil. Dus ja, het is een lipolie. En ik moet zeggen dat ik dit wel lekkerder vind dan een lipgloss hoor. Want lipgloss is altijd zo plakkerig. Ook ga ik eventjes mijn wimpers uitborstelen. Zodat ze er niet zo in de war uitzien. Volgens mij moet ik ze ook weer gaan wassen. En that is the look, you guys. Het ziet er gewoon hartstikke simpel uit. Niet te veel, niet te weinig. En dit is eigenlijk wat ik zou dragen gewoon voor dagelijkse basis. En mocht ik nou naar een feestje gaan of mocht ik gewoon iets meer op willen doen, dan zou ik nog alleen een beetje foundation op doen. En wat bronzer. En soms ook wat highlighter. Maar eigenlijk is dit mijn favoriete look. Zo, even in wat beter licht. Het is super glowy. Tenminste, mijn lippen zijn glowy. En echt, als je een soort van olie of zoiets gebruikt voordat je make-up gaat doen. Dat helpt echt. Het smeert gewoon super fijn op je huid. Plus, oh my god, I love it. Plus als je dat gewoon als eerst doet, dat laat ook gewoon je foundation of je concealer met een iets glowier effect achter. Ik ben trouwens bij mijn sister. Ik heb echt heel veel honger. Ik weet echt niet wat ik wil gaan eten. Maar ik ben hier blijven slapen vannacht. En ik ben nu aan het werk. Ik heb best wel een rustige dag vandaag. Ik heb trouwens dit blouseje aan vandaag. Oh, zou ik eventjes ergens anders gaan staan? Dit is de outfit for today. Dit blouseje van de Zara. En deze broek ook van de Zara. En ik heb mijn pantoffels van Primark aan. Ik wil straks even wat foto's gaan maken buiten. De zon schijnt heerlijk. Dus ik denk dat ik best wel mooie foto's kan gaan maken. En mijn make-up zit amazing. Oh, ik ben zo donker. Mijn make-up zit amazing. Dus ik denk dat het perfect is om vandaag foto's te maken. Ik heb wat TikToks gemaakt ook tussendoor. Gewoon toen ik me ging klaarmaken en zo. Dus ja, ik moet even wat gaan vinden om te eten. Ik wil jullie trouwens echt even een nummer laten horen van Janae Aiko. Het is zo heerlijk, als ik jullie zeg. Het is gewoon, waarom doet die afstand die niet? Het is gewoon rustgevend en als je je, zo. Ik heb dus sinds gisteren dat mijn adem hierboven zit. Dat ik gewoon buiten adem ben als ik aan het praten ben. Het is echt freaking annoying. Maar dit nummer is gewoon heerlijk als je een beetje stressvol wakker bent geworden. En je wil gewoon even een beetje rust in je mind hebben. Dan moet je dit nummer luisteren. Ik ga het nu opzetten voor jullie. Oké, guys. Listen, ik ga het harder zetten voor jullie. Het is zo heerlijk. Amazing. Oké, ik denk dat ik dus ook niet meer seconden erin kan gaan zetten, want dan krijg ik van die copyright dingen. Maar het heet Janae Aiko Trigger Protection Mantra. Heerlijk. Als je hiermee wakker wordt, love it. Dus ik heb even lekker een tosti gemaakt voor mezelf en een Capri Sunje erbij gepakt. En ik ga dit even afluisteren, want oh my god, zo heerlijk. Kenzo! Oké, guys, ik heb McDonald's besteld.
Kenzo is naar buiten gelopen. Kom, Kens. Ik ga het hier eens laten zien, want er zijn allemaal dozen daar. Kom. Maar het kan zomaar zijn, Kimmy is eventjes weg. Dat zij de deur open doet beneden, dan kan hij naar buiten gaan. Dat moeten we niet hebben. Kom, ik heb McDonald's. Nou, ik heb McDonald's besteld, want ik had zo'n honger. En ik had echt even zin in iets vettigs. Nou, helemaal heerlijk. Ik heb een spicy McChicken. Eigenlijk zou ik dit echt niet moeten eten. Want ik heb dus ooit, het was wel iets anders, had ik spicy chicken nuggets gewoon genomen. Die waren toen die zijn altijd een tijdje weer zijn ze bij de McDonald's en daarna zijn ze er weer, weg ofzo. Maar dat had ik dus genomen. Had ik zo'n last van mijn maag gekregen. Uiteindelijk heel de avond gekotst. Moest ik naar het ziekenhuis toe en had ik als het goed is een voedselvergiftiging. Maar die buikpijn, dat was gewoon niet normaal. Maar ik heb deze al eerder gegeten en toen had ik geen buikpijn gekregen. Dus misschien lag het gewoon toen aan die kipnuggets ofzo. Ik zie trouwens Stranger Things kijken op de achtergrond. Dus ja, ik ga dit even opeten. Ik ben nog aan het werk ook. Ik ga straks lekker naar mijn sluis toe, naar Journik. Dan ga ik gewoon lekker chillen. Wat is dat groene? Peterselie. Ik ook. Nou jongens, een paar uur later en ik zit op de bank de Twilight te kijken. Kimberly is inmiddels ook thuis en ik ga straks weg. Ik ga straks weg, hè? Wie? Ik. Nee. Goedemorgen iedereen. Het is, oh, ik zie er echt slaperig uit. En de zon schijnt heerlijk. Wel een beetje vervelend. Als ik dit zo doe, oh, dan zie je hem iets beter. Ik ga nu naar de fysio toe. Want deze rugpijn is echt, dat is niet meer normaal. Dus ik ga lekker naar de fysio toe. Hopelijk kunnen ze iets voor me betekenen. Ik hoop dat ze me ook gewoon even gaat masseren. Gewoon even lekker hard. En ook een beetje knakken en zo. Of kraken. Dus ja, ik ga jullie straks... Jezus, die zon is wel echt lekker, man. Ik zal jullie zo meteen updaten hoe het is gegaan en zo. Oké, jongens. Ik ben terug van de fysio. Of tenminste, ik ga nu naar huis toe rijden. Zo. En nou ja. Wat ik eigenlijk altijd wel heb. Is dat ze zeggen dat ik oefeningen moet doen. Dus ik heb oefeningen gekregen. En ik wilde eigenlijk gewoon lekker gemasseerd worden. Maar ze zei ja, dat werkt echt op korte termijn. Dus als ze dat zou doen. Dan zou ik na een uur weer pijn hebben. Dus ja, ze zei ook, ja, ik snap het als je er wel een beetje van baalt. Dat je elke keer hier komt en alleen maar oefeningen moet doen. Terwijl je gewoon wilt dat het stopt eigenlijk, de pijn. Want deze pijn heb ik echt al jaren. Ze zei ook, ja, ik heb hier nog een document van 2018. Wat dat? Ik weet niet of ze mij kunnen horen. Zie je, kijk dan gelijk daarin. Hey guys, we zitten bij... ik zou eigenlijk de vlog al stoppen. Maar I decided to film more stuff. We zijn met Shu. Met JJ. Stream hem op Spotify. Zit je op Spotify? Nee. Oh. Maar hij heeft wel een tune op Insta, op YouTube. Op YouTube, je luister. En tune is er ook uiteraard bij. Ik ben er niet. We zitten bij Fred en Harry's. Dat is de special. En we gaan wat eten. En daarna gaan we naar de bios. Oké, guys. Oké, even een honest review. Het was niet zo lekker. We hebben 3 kwartier gewacht op ons eten. Niet. We hebben 3 kwartier gewacht. Plus, het was ook niet lekker. Kijk, mijn kip was wel trang, ik zeg je eerlijk. Zijn kip was wel lekker. Maar mijn amaretto sour, gewoon iets aan. Gewoon op vis. Ja, niet lekker. Hey! Hey! Hi.